Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend kan het nog nevelig zijn of lokaal komt mist voor, maar het ochtendgrijs gaat al vrij snel verdwijnen en dan schijnt van tijd tot tijd de zon. Er komen ook wel een paar wolkenvelden voor en in het oosten valt al een enkele bui. Vanmiddag gaan er meer buien vallen en het kunnen dan stevige exemplaren zijn met onweer en plaatselijk ook veel regen omdat de buien zich maar langzaam verplaatsen. Het wordt ongeveer 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in Brabant en Limburg. Ook vanavond vallen nog een paar stevige regen- en onweersbuien. Later op de avond nemen de buien wel in aantal en activiteit af. Dan morgen hebben we opnieuw te maken met stevige buien. In de ochtend is er nog wel wat zon, maar daarna ontstaan al snel die stevige buien. Opnieuw met onweer en kans op lokaal veel regen. Tot 20 tot 23 graden en dan waait een matige noordoostelijke wind. Ook maandag is het nog onbestendig met veel bewolking, soms een beetje zomer dan vooral later op de dag en veel regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Op dinsdag en woensdag een enkele bui, maar vaak droog. En perioden met zon, bij een middagtemperatuur rond 21 graden. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl